Goeiedag. Ja, na de buien van gisteren, vandaag toch wel weer blauwe lucht zichtbaar. Stapelwolkjes ook soms. Ja, slipte het echt wel een beetje dicht. Maar het bleef op veel plaatsen wel droog. Alleen in het noorden viel soms een bui. Buien, ja, de komende dagen moeten we er wel rekening mee houden dat er toch nog wel een paar wisselvallige momenten gaan komen en dat de paraplu nodig is, zoals op deze foto. Wat ook vandaag opvalt is de temperatuur. Die is echt wel wat lager dan de afgelopen dagen. Er zit dus wat meer wisselvalligheid in de lucht de komende dagen, maar volgende week ziet het ernaar uit dat het toch weer meer zomers gaat worden en dat ook de rust in de atmosfeer weer terug gaat komen. Laten we maar eens wat verder vooruitkijken vandaag. En ja, dan pak ik als eerste de straalstroom erbij. Dat is een band met hoge windsnelheden op zo'n 10 tot 12 kilometer hoogte. En die zien we hier mooi weergegeven in kleuren. Die kleuren komen overeen met die windsnelheden. En zo'n band met hoge windsnelheden, die stuurt als het ware lage drukgebieden en hoge drukgebieden aan de grond. En met name die lage drukgebieden zijn interessant. En wat opvalt is dat de komende dagen die stroming in de bovenlucht echt westelijk is. En dat daardoor storingen makkelijk vanaf de oceaan bij ons kunnen komen. Met name in Groot-Brittannië zal dat goed te merken zijn. Maar ook wij gaan daar wat van meepakken. De vrijdag en de zaterdag die zien er toch wel wat wisselvalliger uit. Als die straalstroom uiteindelijk weer wat meer gaat meanderen dan, en af gaat zwakken, dan krijgen wij weer te maken met wat rustiger weer. Er bevindt zich momenteel een hoge drukgebied boven de Azoren. Dat strekt zich uit richting het westen van Europa. Die gaat zich de komende dagen iets terugtrekken. Maar in de loop van volgende week komt die juist weer onze kant op. En dat is gunstig. Dit is vrijdag nog even, dan is die straalstroom nog goed in de buurt. Dan zien we zondag en maandag een wat meer noordelijke stroming in de bovenlucht. We zullen ook zien dat de temperaturen dan wat lager gaan worden. Maar dan in de loop van volgende week, dan zien we dat hoge drukgebied aan de grond weer opbouwen. Wordt die straalstroom als het ware weggedrukt en wordt die ook duidelijk zwakker. En ook dat is gunstig voor een rustiger weerbeeld. Aan de grond kunnen we dat als volgt dan zien. Dan pakken we de kaarten weer op bij donderdag. Nacht, het hoge drukgebied is dan in eerste instantie nog aanwezig boven het westen van Europa. De storingen hier ten noorden van Schotland, nabij IJsland. En ook neerslagzones die vanuit het westen dichterbij gaan komen. Dan zet ik de animatie aan. Dan komen we uit bij de vrijdag en bij de zaterdag. En dan zien we vrijdag in eerste instantie al een storing dichterbij komen. Die kan dan in de loop van vrijdag al voor wat buien gaan zorgen. Een tweede storing komt er achteraan. Die gaat zich hier ontwikkelen. Die trekt dan ook over Nederland. En dat zal dan op zaterdag gaan gebeuren. En de timing van die passage, die is nog heel moeilijk momenteel. Want er zijn verschillende weermodellen en die laten het allemaal een beetje anders gaan gebeuren. De een is al vrij snel op zaterdag, maar andere modellen die laten juist vrij laat op zaterdag die storing passeren. En dat betekent dat voor die storing uit, als dat uit gaat komen, het nog best wel warm kan gaan worden. Want dan zien we met een zuidelijke stroming echt wat warme lucht opkomen, stoten als het ware. En dan kan het zomaar zomers worden in een groot deel van het land. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal erg afhankelijk van wanneer die storing gaat passeren. Zondag in ieder geval zien we alweer even die uitloper van het hoge drukgebied erin komen. Hier gaat dat gebeuren. Dan is er toch maandag nog wel iets van een storingje wat voor buien kan gaan zorgen. En dan zet dat hoog echt goed door. Dat zien we hier. Dinsdag, woensdag, dat hoge drukgebied boven Centraal-Europa. Een zuidelijke stroming in onze omgeving. En dat betekent dat de lucht weer een stuk warmer kan gaan worden. En dan zou de temperatuur dus ook weer omhoog moeten gaan. Kan ik u straks heel mooi laten zien in de pluim. Nou, laten we eerst eventjes teruggaan naar deze dag. Woensdag, vanmiddag op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. En vanavond is dat niet heel veel anders. Ja, die temperatuur is niet zo hoog vandaag, zo 20, 21 graden. Vanavond daalt die temperatuur al vrij snel naar zo'n 14 tot 17 graden. Dat heeft ook te maken met die wind uit westelijke richtingen die matig tot vrij krachtig is. De wind overigens, die de komende dagen best wel een rol gaat spelen. Zeker in de kustgebieden wordt die wat vlagerig als die storingen dichterbij komen. En af en toe piekt hij zelfs naar een harde wind aan de kust. Ik sluit dat zeker niet uit. Dan hebben we het toch wel weer over windkracht 7. Dat gaat dan vooral op de vrijdag en mogelijk de zaterdag gebeuren. De weerkaart voor donderdag, die is op zich prima. He, typisch Hollands zomerweer, 21 tot 24 graden... met mogelijk een buitje in het noordwesten en een zuid-zuidwestenwind die matig tot vrij krachtig is. Nou, vrijdag, zaterdag heb ik wel aangegeven. Dan zien we toch echt wel wat meer nattigheid op de kaart. Hebben we dan ook weergegeven in de symbolen.
Zaterdag, als eerst die warme lucht komt, ja, dan kan het in het zuidoosten zomaar 26 tot 27 graden gaan worden. Nou, ik zie zelfs misschien ook wel in het noorden. Met die zuidenwind kan dat dan mooi opstoten, die warmte. En dan komen die buien eroverheen. En als die temperatuur dan wel zo hoog is opgelopen, dan krijgen we natuurlijk wel te maken met echt stevige buien. Zit er veel energie in de atmosfeer. Zondag, nou, misschien ook nog een buitje, maar eigenlijk blijft het dan alweer op de meeste plaatsen droog. Maar zitten we wel in wat koelere lucht, wordt het zo'n 20 graden. Nou, ik gaf u al aan, volgende week ziet het eruit dat het dan weer steeds warmer gaat worden. Dat kunnen we heel mooi weergeven in de pluim. Eerst maar even die zondag en die maandag, waarbij die temperatuur juist wat magertjes is, rond de 20 graden. Maar dan die opwaartse lijn. En ook nog wel even leuk om aan te geven, die onzekerheid op zaterdag. U ziet de rode lijn hier, die gaat dik naar de 25 graden. Maar dat donkere vlak eromheen, dat geeft wel aan dat er meerdere opties zijn voor die zaterdag. Dat heeft gewoon met de timing te maken wanneer dat front gaat passeren. Dat is nog onzeker, dat wordt de komende dagen ongetwijfeld duidelijker. Helemaal aan het eind van de pluim, nou, dan blijven we toch wel mooi op dat niveau van 24, 25 graden. En dan hebben we het over het midden van het land. Het zal in het noorden waarschijnlijk een graadje minder warm zijn. In het zuiden daarentegen kan het juist wel wat warmer zijn. De neerslag pakken we er ook even bij. Vrijdag en zaterdag, steeds die dagen al benoemd dat er dan meer nattigheid is. Nou, dat komt hier mooi tot uiting. Dan een droge periode van zondag tot en met vrijdag. Kleine neerslagkansen of zelfs helemaal geen neerslagkansen. En dan in die tweede week, nou, dan is de kans op neerslag wel weer wat aanwezig. Maar het is nog niet echt overtuigend. Zomerse warmte dan voor het midden van het land? Nou, wel degelijk. Eerst die zaterdag natuurlijk. Dan hebben we die kans dat die 25 graden wel gehaald kan worden. Zeker in het zuiden lijkt dat wel een optie. En dan in de tweede week, helft volgende week, zien we ook heel duidelijk die kans op 25 graden. Er is zelfs een heel licht signaal voor 30 graden. Nogmaals, dit is voor het midden van het land. In het zuiden van het land gaan die temperaturen nog wat hoger uitkomen. Het noorden, dat zal waarschijnlijk ook een beetje deze waardes hebben. Kortom, samengevat, eerst wat wisselvallig. Volgende week geleidelijk aan warmer. Misschien wel weer zomers. Nog een fijne dag.